Hey hoi, hier een filmpje over zuurbaasreacties. Ik heb nog even een redelijk kort filmpje gemaakt, minder dan 7 minuten, waarin de meest gemaakte fouten van zuurbaasreacties allemaal nog eventjes langskomen. Ik hoop dat je er wat aan gaat hebben. Nou, even kort wat definities om te beginnen. Bij een zuurbaasreactie gaat er een H+ van een zuur naar een baas. Een zuur is een deeltje dat H+ afstaat en een baas neemt er eentje op. Nou, bij zuren maken we onderscheid tussen sterke en zwakke zuren. Sterke zuren staan in BINAS tabel 49, of zijn staat 9-1C, boven H3O+, en die zijn volledig geïoniseerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld HCl in water niet als HCl voorkomt, maar gesplitst is in H+ en Cl-. En H+ wordt ook heel vaak H3O+ genoemd. Bij een zwak zuur wordt het gedeeltelijk geïoniseerd. Ingewikkelde term misschien, maar Ca3CLH, ethaanzuur, wordt maar voor een klein deel omgezet in H+ en Ca3CO-. Dus we noteren het op deze manier. Nou, voorbeelden van sterke bazen. Dat is bijvoorbeeld het oxidion O2-. Dat komt in water niet voor, maar het kan wel bijvoorbeeld in een zout zitten. Bijvoorbeeld calciumoxide. Bijvoorbeeld dit is natronloog, daar zit OH- in. Bij zwakke bazen hebben we weer dat het maar voor een deel heeft gereageerd. Dus NH3 is een base. Is voor een klein beetje omgezet in NH4+ en OH- met water erbij. Maar we noteren hem als NH3. Goed, een paar voorbeeldjes. Als eerste koper 2 hydroxide met verdund sapetersuur. De vraag is, wat is de reactievergelijking? Nou, ik begin dan even met te noteren welke deeltjes aanwezig zijn. Op deze manier. Nou, kom ik daarbij? Nou, koper 2 hydroxide is een vaste stof. Er staat verder niet oplossing achter. Kan ook niet, want hij lost slecht op. En dat betekent dat we hem gewoon als één stof noteren. Dat sterke zuur, en dat salpeterzuur hoort bij de sterke zuren, is opgesplitst in H+ of H3O+ en NO3-. Nou, krijgen we vaak vragen over dat H3O+ het op VWO vaak gebruikt en H+ op de HAVO. Je mag altijd gewoon H+ gebruiken. Ook bij het examen telt dat gewoon als goed. Gaan we naar de reactie kijken. OH- kan een H+ opnemen als baas reageren en H+ salpetersuur is het zuur. Nou, omdat er twee OH- zijn, neemt hij dus twee keer een H+ op, elke OH- één keer, en dan krijg ik twee keer water naar de pijl. Dat koperion, het koper 2-ion, komt als koper 2+ AQ terug. Het zat hier vast aan het OH-, hier zit het los. Aan beide kanten moet de totale lading wel hetzelfde zijn. Ik heb hier dus 2+ links van de pijl en 2+ rechts van de pijl. Dus dat klopt wel. Het volgende voorbeeld is een oplossing van natriumfosfaat met verdund zoutzuur in overmaat. Nou, eerst even noteren wat de formules zijn van de deeltjes die hier aanwezig zijn. In een natriumfosfaatoplossing is het Na+ en PO43- niet aan elkaar vast. Ze komen los van elkaar voor. Er zit natuurlijk ook water in. En zoutzuur is een sterk zuur, waardoor het niet HCl is, maar H+ of H3O+ en Cl-. H3O+ is H+ met water aan vast. PO43- dat kan als baas reageren en aan de 3- kan je zien dat hij maximaal 3 keer een H+ kan opnemen. Of hij dat ook doet hangt er vanaf of er genoeg zuur is en of dat zuur sterk genoeg is. Nou, we hebben hier een overmaat van een sterk zuur, dus dat lukt wel. Dat het verdund is, doet het er niet toe. Dat betekent alleen dat er wat meer water bij zit. Dan is de totale reactie 3H+ en PO43- wordt H3PO4. Het natrium+ is hier dus een tribune-ion. Ja, dat zwemt de hele tijd in die oplossing rond. En tribune-ionen noteer je niet in de vergelijking, want die doen niet mee. Laatste voorbeeld, calciumsulfide en een overmaat opgelost methaanzuur. Aanpak stelt als net natuurlijk. Even noteren wat we hebben. Calciumsulfide is CaS. Sulfide is S2-. Staat niet in BINAS of Science Data, dus die moet je onthouden. Ik gooi hem er nog een keertje in. Methaanzuur is een zwak zuur. Het is H en dan een dubbelgebonden O en OH eraan methaanzuur. Als HCOH wordt dat dan genoteerd. En niet als H+ en HCO-, omdat hij dus zwak is. En dan maar voor een heel klein deel in dat H+ en HCO- is omgezet. Dus we noteren gewoon de hele formule. Die S2- kan twee keer een H+ opnemen. Ook weer aan de lading te zien. Zo'n sterke basis. En er is hier een overmaat van dat methaanzuur. Dat die zwak is, maakt niet uit. Er is genoeg van dat methaanzuur.
En S2- kan eerst H's- worden en uiteindelijk dan H2S. Nou, dan hier de vergelijking. CaS, dus met twee keer methaanzuur. Dat calcium wordt gewoon calcium 2 plus na de pijl. Er ontstaat H2S uit dat S2- en 2H plusjes van dat HCOH. En het wordt dan weer HCOO-. Even checken of de lading aan beide kanten in totaal hetzelfde is. Dat is aan beide kanten 0, dus dat klopt. Ik heb hierboven die S en die AQ en die L wel bijgezet en daar niet. Krijg ik ook vaak vragen over. Dat hoeft niet. Alleen als in een vraag staat, zet de toestandaanduidingen bij, dan moet je het tegen doen. Je moet ook een zuurbasisreactie kunnen herkennen. Populaire vraag ook bij examenmakers. En herhaal ik nog even wat ik aan het begin zei. Een zuur staat H plus af en een base neemt H plus op. En je moet gewoon gaan kijken of dat gebeurt. Voorbeeldvraag staat hier. Dus kaliumoxide en water worden samen kaliloog. Dan moet je uitleggen of het een zuurbasisreactie is. Nou, gaan we kijken, gaat er nou een H plus over van de een naar de ander? En dat is hier het geval. Want water, dat staat een H plus af en het wordt dan OH min. Dus water reageert als zuur in dit geval. Nou, dan moet er ook een basis zijn. De basis is O2-, een sterke basis. En die neemt een H plus op, want die wordt ook OH-. Er ontstaan hier totaal twee OH-min deeltjes. Nou, als dat O2- een H plus opneemt, schrijf dat dan ook even op. En dan kun je zeggen, het reageert in dit geval als basis. Dus het is een zuurbasisreactie. Maak niet de fout om te denken van, hey, er ontstaat de basis OH-. En dat als argument gebruiken omdat het een zuurbasisreactie is. Het gaat erom of er een H plus overgaat van het ene naar het andere deeltje. En zeg ook niet er is H plus overdracht. Hè. Noem even specifiek welk deeltje als zuur reageert, hier is water en welke als basis. O2-. Goed, dat was hem alweer. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Tot de volgende keer.